Het is de pauze van Billy Elliot. We hebben net de eerste acte gehad. En ik heb speciaal voor deze gelegenheid even mijn beste pakje aangetrokken. Zie je me? Zie je me? Ja? Prachtig. Want we gaan even iemand een paar vragen stellen. En kom even met me mee. Dit is namelijk de belangrijkste persoon in de hele voorstelling. Dat is namelijk, en hier is zijn kleedkamer, Billy. Billy Elliot. Spannend. Kom. Kom. Ja! Daar is hij. Dames en heren, de Billy van vandaag is Roan Pronk. Roan, ja. Ik heb hem speciaal netjes voor je aangekleed. Hoe gaat het? Goed. Hoe ging de eerste acte? Ja, wel goed. Ja, je hebt lekker, je bent lekker bezweet. Ja, lekker warm. Het is een pittige acte, want we eindigen met de riot ook. Dus heftig voor Billy, maar alles is heftig voor Billy. We hebben daar straks de safety call gefilmd. Ja. Kun jij aan de kijkers thuis vertellen waarom we iedere dag een safety call moeten doen? We moeten elke dag een safety call doen, omdat we dan alle gevaarlijke trucs doen uit de show. Nou, gevaarlijk, we doen de acro en we gaan even touwtjes springen en we doen een paar tap dingen. Om ook een soort van warm te komen, maar ook zodat je als je straks de show doet, dat je dan helemaal voorbereid bent. We hebben voor de show altijd een safety call, waarin de Billy die speelt 's avonds een aantal gevaarlijke dingen in de show eventjes moet doen, zodat we zeker weten dat het 's avonds ook goed gaat. En ik wacht totdat ik zo aan de beurt ben, want ik zit ook in de safety call om één lift met Billy te doen, die we in de show 's avonds ook altijd doen. Fijn. En wat is dan het allergevaarlijkste of moeilijkste dingetje uit de show? Ik denk dat het heel gevaarlijk is om acro te doen als je moeilijk bent. Dus een flikflak, want je kan op je hoofd vallen of zo. Niet dat dat gebeurt, maar het zou wel kunnen. Ja. En je moet in de grond vallen op een bepaald moment. En als je dan je oren er langs schaaft, of je moet altijd opletten. Precies. Ja. En vind je het dan wel echt nodig, de safety call, of denk je van, ik weet ondertussen hoe het moet, joh? Ja, ik weet ondertussen wel hoe het moet, maar het is natuurlijk wel nodig. Ja. Voor het geval dat je valt of... Belangrijk. Ja, ja. Precies. Oh, kijk nou. Ja. Daardoor is hij geschud. Daardoor is hij geschud. Ja. Ta-ta-ta-ta! Prachtig. Oh, ja, let op. Wat vind je nou de allerleukste scène uit Billy Elliot, de musical? De allerleukste scène vind ik Expressing Yourself. Nee, dat is niet goed. Niet goed? Nee. Word the Boogie natuurlijk. Ja! Ja! Word the Boogie natuurlijk. Ja. Want dat doen we samen. Ja, ja. Ging vandaag heel goed, hè? Ja. Ja, we hebben lekker wat springtouwen wat je zag in de safety call, dat doe ik namelijk ook. Dat doen we dan met z'n tweeën. Al die acro dingen die hij doet, doe ik ook. Ratslagen, flikvlak, salto's, noem het. Nee, dat is niet waar. Nee, dat kan hij dan weer. Goed gedaan, dankjewel. Dankjewel. En heel veel succes in de tweede acte. We zien elkaar zo. Ja. Bedankt voor het kijken. Wij gaan de tweede acte doen. En misschien zien jullie straks nog wel even. Nou, dat was een showtje Billy Elliot vandaag. Dit is Marije, een van de heldinnen van de Kappergrien. Het enige wat nog hoeft te gebeuren is pruikje af, kleren uit. Gaan we lekker naar huis. Hij mag af. Yes. Let op. Ja, fijn. Heel leuk dat jullie erbij waren vandaag. En ik hoop tot heel gauw hier in het theater bij Billy Elliot. Bye bye. Zwaai even.